Universiteit van Nederland. Je chique achternaam die hint naar een grijntje adel in je bloed. Je zwarte haar en ogen die je Aziatische roots verraden. Of je lichte, sproeterige huid en blonde haar... waardoor je fantaseert dat je voorouders toch ergens vikingen waren. Het zijn hints die iets kunnen zeggen over je afkomst. En wie meer wil weten, duikt in stambomen of bevolkingsregisters. En met een beetje geluk kun je eeuwen terug in de tijd. Maar... Er is een groep voor wie deze zoektocht naar herkomst vrijwel altijd op dezelfde plek eindigt. Dat is voor nazaten van tot slaaf gemaakt. En dat komt omdat als je onderzoek gaat doen naar je verleden. je eigenlijk altijd strandt ergens op een plantage. Dat kan in Suriname zijn of op een Caribisch eiland. Nou, je weet dat de voorouders eigenlijk verder terugkomen, dat ze uit Zuid-Afrika komen. maar Afrika is nogal een groot continent. Het is groter dan de Verenigde Staten, Europa en China bij elkaar. Dus Afrika is nogal een aspecifiek antwoord. Dit is Arwin Ralph. Geneticus. Hij heeft een missie. Mensen willen eigenlijk altijd weten waar ze vandaan komen. Ik denk dat dat iets heel natuurlijks is. Dat zie je ook aan tv-programma's zoals Spoorloos of DNA Onbekend. Oudere mensen gaan ook stamboomonderzoek doen om eigenlijk meer te weten over die familielijnen. Maar het probleem is dus dat ja, die gegevens er niet zijn voor deze specifieke groep. Maar er is nog een andere bron die je zou kunnen gebruiken. Dat is een bron die binnenin je zit. Dat is je DNA. Zo dus ook in DNA staat informatie beschreven over herkomst. Maar die is ook wel tijdig. Dus als we niet snel iets doen, dan raakt ook die bron verloren. Vandaag is de Universiteit van Nederland in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar geeft DNA-onderzoeker Arwin antwoord op onze vraag... Hoe ontrafel ik mijn roots uit mijn DNA? Wie DNA en herkomst googelt, komt op websites van commerciële DNA-databanken... als MyHeritage of Ancestry. Tien jaar geleden namen ze ineens een vlucht... Voor een paar tientjes vraag je een testkit op. En inmiddels wordt er geschat dat meer dan 100 miljoen mensen... hun wangslijm in een buisje op de post hebben gedaan... in de hoop op unieke informatie over hun afkomst. Nou, op een gegeven moment krijg je een mailtje. Your lab results are in. Vervolgens kan je inloggen op een online portaal. Dan vaak hoor je nog een spannend muziekje... want uiteindelijk ga je leren wie je echt bent. Nou, vervolgens zal je dan vaak een wereldkaart zien... waarbij verschillende vlakken zijn opgelicht... Als jij bijvoorbeeld een hoog percentage Frans krijgt... dan betekent dat je veel overeenkomsten in jouw DNA vertoont... met de groep die dat bedrijf heeft ingedeeld als typische Fransen. Deze bedrijven beloven jou dus genetisch te matchen met een plek van herkomst. Je kan denken, ja, dat kunnen nazaten van tot slaafgemaakte toch ook doen? Voilà, dan weet je waar je roots liggen. Ja, dat zou je kunnen denken, maar helaas is het niet zo makkelijk. En dat komt eigenlijk door een paar beperkingen die je hebt bij de testen deze bedrijven doen. Het eerste probleem is... Dat het heel makkelijk is om op grote schaal, continentale schaal onderscheid te maken met DNA. Dus het verschil tussen iemand uit Oost-Azië bijvoorbeeld of, of uit Europa, die verschillen zijn vrij groot. Maar als je binnen zo'n continent gaat kijken, verschilt bijvoorbeeld een Engelsman, een Fransman en een Duitser, die zijn veel kleiner als er al een verschil is. Dus daarom zijn zulke indelingen zijn per definitie onbetrouwbaarder. Daarnaast is er een probleem met de technologie die deze bedrijven gebruiken. En deze bedrijven die gebruiken een technologie die heet MicroArray. Op zich een hele mooie technologie waarmee je naar honderdduizenden verschillende DNA-variaties kan kijken. Maar uiteindelijk is dat maar 0,03% van het totale DNA. Om te begrijpen waarom dat een probleem is, geeft Arwin ons een tekst te lezen: tuin, naakt, stamvader, liefdesappel, vluchten, runderen, bijvrouwen. Uit welk verhaal komt dit stuk tekst? Geen idee. Ja, het hele verhaal is in dit voorbeeld het hele verhaal van Genesis natuurlijk. Dat je begint met de the Garden of Eden, de appel tot aan Noach en de zondvloed. Je kan kleine stukjes ervan misschien eruit halen. Maar het hele verhaal zou je alleen met deze steekwoorden niet kunnen navertellen. Het derde probleem dat heeft te maken met referentiedata. Het probleem met de data die deze bedrijven hebben is dat het niet evenredig is verdeeld. Er zijn Europese mensen die zijn zwaar oververtegenwoordigd. Terwijl juist mensen uit andere gebieden en met name Afrika zwaar zijn ondervertegenwoordigd. Dus als je weinig data hebt om mee te vergelijken, kan je ook een veel minder goed antwoord geven. En dan maken die bedrijven ook nog eens een eigen interpretatie van de wereldkaart. Ik kan bijvoorbeeld één bedrijf hebben die Ghana samen groepeert met Ivoorkust, terwijl een andere groep Ghana samen doet met Sierra Leone, en een derde bedrijf weer Ghana helemaal niet meeneemt in hun analyse. Dus er is een soort willekeur in hoe de bedrijven hun groepen samenvoegen, en daarom krijg je dus ook grote verschillen. Een kennis van Arwin, met een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader, stuurde haar DNA op naar vier verschillende databanken. Ja, ze zag dus grote verschillen tussen de bedrijven. Bijvoorbeeld bij bedrijf A was ze 20% Nigeriaans, terwijl bij bedrijf B slechts 6% Nigeriaans was en bij andere bedrijven weer iets tussenin. Volgens Arwin kan dat veel beter, zeker met nieuwe technieken. En daar begint zijn missie. Nu zit Arwin als geneticus dagelijks in DNA te neuzen, maar voor ons als leek. Hoe werkt DNA precies? DNA bevindt zich om te beginnen in onze cellen. Je zou kunnen zeggen in vrijwel al onze cellen. Dus het maakt niet uit of je kijkt naar een oogcel, een cel die haren maakt of naar een levercel. Ze bevatten allemaal dezelfde DNA-code. Die code bestaat uit verschillende moleculen. Die noemen we adenine, guanine, cytosine en timine. We dus geven ze vaak aan met de letters A, T, C en G. Wie je DNA zou uitrollen, die krijgt een hele lange streng. Het is een code van de ongeveer 3 miljard letters achter elkaar... Even voor de beeldvorming, als je dat zou printen, dan krijg je een stapel van ongeveer 1 miljoen A4'tjes. En dan ook nog dubbelzijdig geprint. Dus dat is geen boek zo dik als een bijbel, maar dat is eigenlijk een boekenkast vol met genetische informatie. En aangezien geen mens hetzelfde is, zal elke DNA-code ook wel verschillen, toch? Nou, ja, dat is het grappige eigenlijk. Als je twee willekeurige mensen vergelijkt, en dat maakt niet eens zoveel uit of je Europeaan bent, Aziat of Afrikaan, dan is eigenlijk zo'n 99,9% van ons DNA is precies hetzelfde. Het is eigenlijk alles wat jou jou maakt en mij mij maakt. Wat zorg dat ik zwarte en deels grijze haren heb, maar ook bijvoorbeeld dat ik Oriander naar zeven opvinds te maken, terwijl jij het misschien heerlijk vindt. Het zit allemaal in die 0,1% die verschillend is. En in dat piepkleine stukje kan je dus iets aflezen over je voorouders. Zelfs van voorouders honderden jaren terug. Ik krijg je krijgt DNA eigenlijk altijd van je ouders. Je krijgt ongeveer de helft krijg je van je moeder en de andere helft krijg je van je vader. Zij hebben het op een beurt ook weer van hun ouders gekregen, dus van jouw grootouders. En ook zij hebben het weer van hun ouders gekregen, dus jouw overgrootouders. Dus bij je draag je in principe DNA van heel veel van jouw voorouders. Nu staat er niet ergens in die code: je voorouders komen uit Schotland of uit Senegal. Om jou te linken aan een plek ergens in de wereld, kijken DNA-onderzoekers naar overeenkomsten tussen jouw genetische code en die van mensen op andere plekken in de wereld. En om bij het genetisch materiaal te komen uit de tijd van de slavernij, moeten we nog wel wat voorouders verder terug. Ja, de piek van de transatlantische slavenhandel die lag in de 18e eeuw, het begin van de 19e eeuw. Ongeveer zo'n 300 jaar geleden, zou je grofweg kunnen zeggen. Als je dan uitgaat van gemiddeld 25 jaar per generatie, dan heb je het snel over 11 of 12 generaties. Dan heb je meer dan 2000 voorouders. Stel je gaat één generatie verder terug, dus twaalf generaties, dan heb je het al over 4000 voorouders. Voor elk van die voorouders is er een kans dat we nog DNA van ze bij ons dragen. Maar er is ook een nog wat grotere kans dat we DNA niet meer bij ons dragen. En dat komt eigenlijk omdat DNA verwaterd. We krijgen de helft van ons DNA van ons vader en de andere helft van ons DNA van onze moeder. Maar we krijgen ook de helft van DNA van ons vader en van onze moeder krijgen we niet. Dus eigenlijk hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe kleiner de hoeveelheid DNA die je nog hebt van die voorouder. En ook hoe korter het stukje DNA dat je nog hebt. Dus van die zo'n 4000 voorouders 12 generaties geleden. zullen we nog voor ongeveer van ongeveer zo'n 400 tot 700 voorouders DNA bij ons dragen. En DNA van de andere voorouders is eigenlijk voorgoed verdwenen. Dat geeft aan waarom we haast moeten hebben. en waarom ik ook altijd zeg dat we echt moeten beginnen met onze ouderen. Want zij dragen nu nog genetische informatie bij zich. die misschien met hun overlijden wel voorgoed gaat verdwijnen. Hoe langer we wachten, hoe meer genetische links verdwijnen. tussen de tot slaafgemaakte van 300 jaar geleden en de nazaten van nu. De linkjes die er zijn zijn maar klein en zullen de nazaten nooit antwoord geven op de vraag wie hun voorouders waren. Wat ik wel hoop te kunnen vinden is in ieder geval waar een deel van mijn voorouders vandaan kwamen, waar ze woonden, tot welke cultuur ze behoorden en dan vooral met de focus op de gebieden waar ze waarschijnlijk vandaan kwamen, dat is de Sub-Sahara, het westelijke deel van Afrika. Eigenlijk moeten gaan kijken naar bij verschillende volken die daar nu leven, hun DNA verzamelen, dat goed gaan bekijken en hopelijk zo bepaalde specifieke verschillen vinden die eigenlijk Soort tekenend zijn voor die volkeren. Als ik diezelfde verschillen weer kan terugvinden bij nazaten, dan weet ik dus dat zij een link hebben met die volkeren en die plaatsen. In de meeste onderzoeken naar transatlantische slavenhandel ligt de focus op West-Afrika. Toch is niet uit te sluiten dat ook uit andere regio's van Afrika tot slaafgemaakte op schepen zijn beland. Daarom denk ik dat het ook voor de historici en voor de geschiedschrijving belangrijk is om dit onderzoek te doen. Het is daarbij ook belangrijk om heel goed naar volkeren te kijken, niet zozeer naar landsgrenzen. Die zeggen niet zoveel. Die zijn eigenlijk door westerse mogendheden met een koloniale blik en lineaal zijn ze getrokken op de landkaart. We eigenlijk meer kijken naar volkeren die meer wat afgelegen zijn gebleven, en door hun genetische nalatenschap eigenlijk beter is geconserveerd. Het doel? DNA van zo'n 5000 mensen verzamelen. Dat zijn dus niet een paar boekenkasten, maar 5000. Een gigantische bibliotheek met DNA-materiaal van verschillende volkeren uit Afrika. Maar momenteel is de DNA-boekenkast van Arwin nog leeg. Mijn persoonlijke droom is eigenlijk dat ik mijn vader voor zijn dood nog meer kan vertellen over waar zijn voorouders nou echt vandaan kwamen. Dus ik zou graag voor hem, maar natuurlijk uiteindelijk voor alle meer dan 100 miljoen nazaten van dat slavenmaakten, willen dat er een betere mogelijkheid is om echt meer te leren over waar we vandaan komen. Zoals het er nu voor staat, dat zijn eigenlijk mijn directe voorouders van mijn vaders kant, begint hun geschiedenis op een plantage als onvrije mensen die moesten werken. Ik denk dat het veel krachtiger is als je nog een stap terug kan gaan. ik stam me ook af van Afrikanen. Dus als ik terug kan gaan en meer kan leren over hoe ze leven, wat ze geloven, ik denk ik dat dat een krachtigere geschiedenis is dan de geschiedenis die begon op een plantage. Ik heb funding nodig om dit te kunnen uitvoeren. En als dat er eenmaal is, om dan echt samenwerking te zoeken met wetenschappers op het Afrikaanse continent om dit op te gaan starten, om die boekenkasten te vullen. En ik hoop eigenlijk ook, Een nog grotere droom... is dat de connectie tussen de nazaten en de huidige bewoners... van de Afrikaanse continent weer wordt hersteld. is die heel lang geleden is verbroken. Als ik daar iets kan bijdragen, dan is mijn doel bereikt. Dank Arwin. En ben jij nou toevallig één van onze volgers op het Afrikaanse continent? In naam van de wetenschap, deel deze aflevering. Tot de volgende!